ook even aan een krachtmeting doen. 10 kilometer nog voor Daniel Os. We zitten nu in Bussana en daar loopt het al een klein beetje op. Dat is zo'n beetje vals plat voor je aan de Poggio begint. En het is opschuiven voor iedereen. Ja, dat is ook een stukje dat je nog kan opschuiven. Hè. Een beetje vals plat. Dan kun je eventjes nog een remonte doen in dat peloton. En Os is gegrepen. Iedereen bij elkaar en we kunnen met een grote groep, met favorieten. Michael Matthews zit ook nog goed vooraan daar. Viviani zit nog goed. Er zitten nog enkele sprinters bij. Van Aert nog altijd redelijk achteraan daar links. En ze gaan de Poggio zo meteen opdraaien met heel wat favorieten. Ze brengen Van der Poel langs rechts. Nog even Van der Poel brengen. Laatste kracht in spanning om Van der Poel daar vooraan aan de Poggio af te zetten. En dat lukt. Hij zit waar hij moet zitten. Mathieu van der Poel, zijn broer won eerder vandaag. Gaat hij hetzelfde doen? Van der Poel nog niet gezien, nu wel. Juist bij het opdraaien bijna een beetje verder naar rechts op de Poggio. En Van Aert zit in negende positie. Hier aan de opdraaien. Van der Poel, tweede positie bij het opdraaien van de Poggio. Van Aert zit daar in achtste positie. Nu al opgeschoven naar vierde positie. Alles bij elkaar bij het opdraaien van de Poggio met de mannen van Ineos op kop. En ook Bahrein Merida, Bahrein McLaren moet ik intussen zeggen, komt daar even piepen. Stibar op kop, moet hij weer werken. Ja, en een mannetje van team Ineos. Ineos, gaat iemand van Ineos. En Stibar reageert in dienst. En weer een mannetje van Trek Segafredo mee. Met reactie van Bora Hansgrohe. Wout van Aert nu daar op kop van het peloton. En de man van Trek Segafredo neemt over. Met Stibar in het wiel. Stibar goed. Even omkijken. Van Aert zet zich een beetje aan de kant. Natuurlijk niet te veel werk opknappen daar. Man van Bora Hansgrohe, dat lijkt me Os die daar nu even moet werken nadat hij ingelopen is. En hij brengt ze terug. Alles weer samen. Stibar kijkt om. Nee, het is intussen Alaphilippe die daar is opgeschoven. Ja, Stibar zit daar vooraan natuurlijk. Alaphilippe in tweede positie. Voor Van Aert. Oliver Naas, positie of 20 ongeveer. Van Avermaat ook wat teruggezakt. En hier zitten we achterin. De Italianen willen Visconti zien natuurlijk. Maar Visconti, ja, die moeten wij nu niet echt zien. Wij willen vooraan zien. Burkhardt op kop voor Alaphilippe. Voor Van Aert. Van der Poel zit er ook. Michael Matthews. Allee, Kwiatkowski. Alaphilippe zit te kijken naar Bennett, hè. Demar schuift ook mooi. Demar is er ook nog altijd bij. En weer Trek Segafredo. Circus Wanty-Gobert meeschuiven. En omkijken. Vanachter staat de deur open. Er moeten mannen lossen. Maar voor Lutsenko, poging van daarnet even bekopen. Die wist dat het daarnet een alles-of-niets poging was. Die voelde toen al de Poggio. Dat zal niet voor mij zijn. Dat is Aimé de Gendt die meegaat. Aimé de Gendt op de Poggio. Met Groendahl Jansen op kop voor Wout van Aert, de Noorse kampioen. Viviani's. Oeh, hier Bennett. Bennett moet eraf. Dit is bijten voor de Ierse kampioen. Dat is afzien en bijten. Viviani die zat nog een beetje verder. Viviani was er vorig jaar al af. Nu kan hij iets langer volhouden. Maar voor Bennett wordt het afzien. Want voorlopig wordt er natuurlijk ook dan de kaart Alaphilippe getrokken. Je moet wel als je daar zit. Absoluut. Maar we gaan nu langzaam richting Ceres. Dat is zo het punt waar de meeste punchers altijd gaan. Dus ik ben benieuwd dat er dan nog iemand het kruid in de benen heeft om te gaan. Brambilla en de Gendt. Niet Thomas, maar Aimé. Heel knap toch hoor, de wedstrijd van Circus Wanty-Gobert. Ja, absoluut. Rijden hier een sterke wedstrijd deze ploeg. Loïc Vliegen op de Cipressa en de Gendt op de Poggio. Daar kan je al eens mee thuiskomen. En spijtig voor hen dat een van hun twee spurters gevallen is. Danny van Poppel, waar Pasqualon zit. Daar hebben we voorlopig het raden naar. Nog 1,7 kilometer klimmen. En Brambilla, sterk, schokschouderend.
En nog altijd Groondal Jansen op kop. Van Aert even praten. En Bennett. Terug. Dat is, ja, dat is op karakter. Dat is inderdaad op karakter, maar ik vrees toch dat het te moeilijk wordt om... Ja, en de vraag is ook, als je zoveel gegeven hebt... En de Gent voelt het peloton komen, of pelotonnetje. En die denkt, Brambilla, kom, ik ben hier weg. Aan de Ceres. Zoals de grote ja, mannen. Ja, hier hebben alle groten gedemarreerd. Alsjeblieft. En mee de Gent demarreert waar al de groten het doen. Op de Poggio in Milaan-Sanremo. Eerste deelname. En op 6,6 kilometer van een monument. En mee de Gent op kop. Chapeau. En er komt nu toch weer wat reactie. Wout van Aert schuift ook mee. Met Alaphilippe is dat. Met een man van Trek Segafredo. Kwiatkowski is ook mee. Greg van Avermaat probeert met Mathieu van der Poel in zijn wiel. Ja, nu is het aan de grote jongens. En dan, ja, bij Mede Gent gaat het wellicht een beetje snel. Alaphilippe, kijk eens, dat is zoals vorig jaar. Olala. En Wout van Aert mee. Kwiatkowski ook mee. Dit is 2019 Revisited. Dat is het, hè. Maar er is minder volk voorlopig dat mee is. Voorlopig alleen Wout van Aert. Kwiatkowski kijkt ook even om. Alaphilippe. En Van Aert moet van Aert bijten nu. Van Aert heeft het moeilijk, kom maar Wout, jongen. Alaphilippe weet dat ook, dat dit niet meer de onervaren sprinter is van vorig jaar. Hij weet, hij kan er beter vanaf van die Wout van Aert. En bijten nu Wout van Aert. Vorige zaterdag Strade gewonnen en nu Milaan Sanremo doet hij opnieuw mee voor de zege. Maar dit is geen pannenkoek tegen wie hij nu moet bijten. Hij liet waarde noteren in Tignes tegen zijn fantastische ploegmaats die gaan om de Tour te winnen bergop. Hij heeft daar waarde laten noteren die hij nog nooit heeft laten noteren bergop. Maar dit is wel Julien Alaphilippe en we zijn boven. Nu naar beneden. Alaphilippe kan ook dalen natuurlijk. Wat gebeurt er in de afdaling? Julien Alaphilippe, 5,5 kilometer nog tot de finish. Die gaat nu alles geven. En dan kijken, draait nog volk af. Kijk, daar komen ze. Van Aert, tweede positie. Daarnet Van Avermaat bij Kwiatkowski. Ook zij, wat kunnen zij nog in de afdaling? Twee goeie dalers. Alaphilippe, een superdaler. En uiteraard Wout van Aert ook met zijn crosservaring. Oeh, was op de limiet daar, hè? Van Alaphilippe. Ja, en heel die afdaling is op de limiet, denk ik. Zeker als je in een winnende positie zit. Kijk toch om, gaat even op zijn buis liggen. En maar Wout heeft hem in het zicht, hè? Dat is goed, hè. Als hij hem in het zicht heeft, dan kun je er naartoe rijden, hè. Met een beetje durf. Voilà, kijk, ja, hij heeft hem echt in het vizier. Ik geloof erin. Ja, en Wout van Aert heeft ook nog dat stuk op het vlakke. Wout van Aert kan tijdrijden natuurlijk nu. Wat is een tijdrit na 300 kilometer nog waard? Maar dat kan hij wel. Maar je ziet hoe dat Alaphilippe zijn bochten neemt, Wout van Aert. Dat is een voordeel voor Wout van Aert in die positie te zitten. Daarachter Van der Poel, derde positie. Gaan zij nog meespelen voor de zege? De mannen achter Alaphilippe en Wout van Aert. Zij lijken met z'n tweeën... Ja, ze komen. Als het even stilvalt hier vooraan, is er een pak volk dat er weer bij komt. Van Aert bij Alaphilippe. Wout moet doorgaan nu, hè. Ja. Hij mag niet blijven zitten in het wiel. Want Alaphilippe weet niet dat Bennett bijna gelost is of gelost is. En hij gaat toch daarop ook een klein beetje speculeren. Daar komt de rest. En dat is nog een lang lint met veel volk. Van der Poel, tweede positie. Derde positie, Mathieu van der Poel. Greg van Avermaat, zevende positie van dat groepje dan toch. Ze zitten een bocht achter Alaphilippe en Wout van Aert. En Wout van Aert zei, ik ga niet meer doen zoals vorig jaar. Mijn sprint vergooien door te reageren op Trentin was dat vorig jaar. Maar dit is iets anders natuurlijk. Dit is een andere situatie. Nu moet hij met Alaphilippe naar de sprint rijden. Want ja, je weet niet wie daar komt. En hij pakt over. Ja, goed teken. Ja, hij heeft ook geen keuze nu, hè. Van Aert en Alaphilippe. De laatste twee winnaars van de Strade Bianche. En de laatste winnaar van Milaan Sanremo. Samen onderweg naar de Via Roma. En Mohoric, die was er vorig jaar ook bij.
Die kwam daar ook plots nog aansluiten vorig jaar, Matej Mohoric. En hij probeert het opnieuw er naartoe te sluipen, naar de kop. Vorig jaar was de kopgroep net iets groter, maar hij probeert wel. Ja, dat wordt beneden komen voor die twee en dan moeten ze echt voluit, bang, zonder twijfel, hè, ronddraaien. Hè. Ronddraaien, want er komt Volk van Aert. Kijk, maar ziet dat natuurlijk niet, want er zijn net achter een bocht. Van Alaphilippe ziet dat ook niet. Dat heb je met die bochten. Hier gewoon overpakken, jongens, van elkaar en doorrijden, want daar komen ze. Matej Mohoric komt daar onder meer aan. Van Aert nog even drinken, kreeg net een klikje met de elleboog van Alaphilippe. Doorzetten nu. Ja, ze begrijpen elkaar volledig. Hè. Geen keuze nu. Ze hebben gekozen voor de aanval. Nu moeten ze doorgaan. Ze zijn beneden. En nu een dikke 2 kilometer vlak om te eindigen op de Via Roma. En hier de anderen met een heel grote groep nog. Dat is... Oeh, en nog volk. Nog volk. Van Aert kijkt om. Doorrijden, Wout. Doorrijden, ja, met Julio Alaphilippe. Hij neemt over Alaphilippe, dat is goed. Met z'n tweeën, twee snelle mannen. Maar Van Aert wel vertrouwen gekregen in zijn sprint natuurlijk. Door onder meer die zegen in de Dauphiné vorig jaar. Die zegen in de Tour vooral. Benoot zet daar ook nog vooraan, Van Avermaat. En Benoot nu aan het werken. Dat betekent dat Matthews daar ook nog wel zal zitten. Benoot niet meer voor eigen rekening, maar voor zijn sprinter. 8 seconden, zegt de moto. 8 seconden, nog 1,5 kilometer. Maar je weet natuurlijk niet waar die moto zit. Een beetje vooraan, een beetje achteraan. Tisch Benoot nu alles geven met Van der Poel al in dat wiel. Van der Poel heeft geen ploegmaats meer. Die blijft nu in dat wiel zitten. In dat wiel van Tisch Benoot. 8 seconden. Nog 1,3 kilometer. De zenuwen moeten ook door. Oh, en Alaphilippe neemt niet meer over. Hij begint te pokeren, Julien Alaphilippe. Dat... Kijk achter hem. Moeilijk moment voor Wout van Aert. Want wat doe je nu? Ja, doorrijden. Ja. Heeft geen keuze. En hopen dat... Laatste kilometer. Ja, Alaphilippe gespt nog even zijn schoentjes vast. Nog 1 kilometer. Zij draait. Oh, en ze komen dichtbij daar. Nog de bocht naar links. En nu nog even terugdraaien. En ze kijken naar Van der Poel. Van Aert kijkt naar Van der Poel. Dat is in het verleden nogal gebeurd in de cross. Maar nu is het in de finale van een klassieker. Gilbert zit er ook nog bij. Van Avermaat zit er nog bij. En Wout van Aert op kop voor Julien Alaphilippe. Koel blijven nu, Wout van Aert. Koel blijven met de vorige winnaar in je wiel en met een aanstormend groepje daarachter. En er komen uitvalspogingen bij de groep daarachter. Van Avermaat zit daar ook nog. Gaat Van Avermaat meesprinten? En voor welke positie sprinten ze? Gilbert in tweede positie van dat groepje. Gilbert in tweede positie. Sprinten ze voor de eerste of voor de derde plaats? Wout van Aert en Alaphilippe nog altijd. Gilbert wordt eigenlijk gebracht door de man van Bahrein McLaren. Gilbert nu zelf van ver. Maar Alaphilippe gaat ook aan. Wat kan Wout van Aert? Kan Wout van Aert stand houden tegen Julien Alaphilippe? Kan Wout van Aert stand houden tegen Julien Alaphilippe. Ja, Wout van Aert wint Milan Sanremo. Na de Strade Bianche wint hij een week later Milan Sanremo. Wout van Aert, dames en heren, wint een monument voor Julien Alaphilippe. Alsjeblieft, dikke chapeau voor Wout van Aert. Wat een Italiaanse week is me dat. En hij schudt even met het hoofd. Geloof ik dit wel goed? Heb ik nu in 1 week Strade Bianche en Milan Sanremo gewonnen? Absoluut, hij komt aansluiten in het kringetje van de grote kampioen. Niet maar een keer adem, ik zal lekker een paar minuutjes vertellen. Het was vooral sterk de manier dat Alaphilippe niet meer overnam. Dat ze op 500 meters van de meet kwamen. De achtervolgende groep kwam dichter. Heeft 3 seconden, 4 seconden gewacht. En dan perfect zijn sprint ingezet. Dat is gewoon zeker zijn. Wout van Aert was gewoon zeker. Ja. En die camera die daar nu op staat, dat is... En Sarah valt hem in de hals. Sarah en de baby in de buik. Met z'n drieën vallen ze Wout van Aert om de hals.
zouden er weer tranen bij zijn, zoals in de strade. Of is het eigenlijk al een beetje gewend? En die camera die u daarop ziet, dat is voor een documentaire die u vanaf woensdagavond op HLN Plus kunt bekijken. Een documentaire, want we zitten dit voorjaar en de Tour, voorjaar deze klassiekers en de Tour, in het spoor van Wout van Aert en Jumbo-Visma. Dus ik zou zeggen, woensdagavond toch maar even HLN Plus openen, want daar komt de documentaire van Wout van Aert. Zijn Italiaanse week redelijk succesvol geweest. Ja, redelijk zeg je. Strada Bianchi winnen op een supergrote manier. Milan Sanremo, de grote favoriet. En dan nog eens met een Alaphilippe in volle finale zitten. Een klein beetje moeten pokeren en dan zelf aangaan in de sprint. Stand houden. Ja, ik ben er zelf nu een beetje stil van aan het worden. Allebei eigenlijk. Ja? We zijn onder de indruk van Wout van Aert, want hij kreeg het niet cadeau. Op een kilometer en 200 meter zei Alaphilippe.